De gemeente Enschede wil met de huis-aan-huiscontroles fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen tegengaan. De controle wordt gehouden vanuit het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, waarin drie ministeries samenwerken en ook uitvoeringsorganisaties zoals het UWV, DUO, het CJIB en de Belastingdienst. De bedoeling is dat de adressen in de basisregistratie personen worden gecontroleerd aan de adressen die wij aangeleverd krijgen van ministeries, van diverse ministeries. Wij zijn een van de 150 gemeenten die daaraan meedoen en de bedoeling is dat de basisregistratie op orde is. En in Enschede vinden wij dat belangrijk dat dat op orde is. Het is bekend dat een klein deel van de bevolking niet woont op de adressen daar waar ze zeggen te wonen. En het is voor de overheid belangrijk om dat te constateren, want dat kan met zich meebrengen dat mensen of fraude plegen, maar het hoeft natuurlijk niet altijd fraude zijn, maar ook gewoon vergeten zijn om de verhuizingen door te geven. En dat kan gevolgen hebben. Wij doen altijd al adresonderzoek. Je moet je voorstellen dat als wij een adres hebben waar bijvoorbeeld 8 mensen staan ingeschreven, terwijl dat er maar 4 mensen kunnen wonen, dan gaan wij altijd al onderzoek verrichten. Het is zo dat geconstateerd is in een eerder stadium dat 97% van de gegevens goed zijn en dat het hier gaat om een pakweg 3% waar men vragen over heeft of die adresseringen allemaal wel kloppen. En daarom is dit onderzoek ook gedaan. Ja, ik vind dat niet fout. Want er wordt zoveel gesjoemeld hier in Nederland. Er mag best iets ermee gebeuren. Toch? Ja. Veel mensen vinden het ook privacy schending. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is privacy schending. Ik heb daar niet zo'n problemen mee. Ja, zo te horen klinkt dat goed. Het lijkt me goed om dat soort dingen te doen. Als het fraude kan tegengaan, en ik begrijp uit uw woorden dat dat de bedoeling is, ja, dan lijkt me dat een prima idee. Ja? Als de gemeente het zelf doet en de privacy is gewaarborgd, dan vind ik dat terecht. Want wij betalen allemaal, wij werken allemaal en als wij moeten betalen voor uitkeringen die niet gerechtigd zijn, dan vind ik dat niet oké. De controle maakt de gemoederen los op internet. Op diverse websites reageren voor- en tegenstanders van het plan. De tegenstanders zijn verreweg in de meerderheid.